je rechts. Stop, stop, stop. Dirk Gerard, ja, uw mening over deze wedstrijd, alsjeblieft. Ik denk dat wij heel goed gestart waren. Dat wij in de eerste 8 minuten 3 hele goede mogelijkheden hebben om de score open te breken. Maar het lukt o zo moeilijk om dat doelpunt te maken. Ik denk dat wij heel veel balbezit gehad hebben. Dat wij een groep op het terrein gezien hebben die heel veel strijd en passie geleefd, gespeeld heeft en heel veel gewild heeft om vandaag die 3 punten thuis te houden. Er was ongelooflijk veel vertrouwen in het elftal om er iets goed van te maken. Ik denk dat we ook geen onaangename partij gespeeld hebben. Dat wij vandaag ook het geluk hadden dat de supporters zich massaal achter deze groep gesteund hebben. En dat zij dat onmiddellijk een meerwaarde betekent op het terrein. En dat eigenlijk mijn boodschap misschien een verkeerd signaal, zoals ik vorige week al gezegd heb, een verkeerd signaal gegeven. Mijn ongenoegen laten blijken wat fout was. Maar het signaal is binnengekomen bij de supporters. En vandaag had ik weer het gevoel van, kijk, die supporters die zijn van ons. En die sturen ons naar een hoger niveau. En onze spelers hebben er alles aan gedaan, ook met de mogelijke wissels om een positief resultaat te halen en de 3 punten thuis te houden. Maar de bal valt niet waar hij moet vallen op dit moment. En het is dan een keer een been die ertussen zit en een keer van de lijn weg. En juist naast de paal en de keeper doet dan 2 ongelooflijke pogingen.
Ik denk dat wij als groep niet meer konden doen en dat wij ons niets te verwijten hebben. Ja. Heeft de zware staat van het veld, de drassige plein, ook iets, ook een bepaalde invloed gehad op deze wedstrijd? Ja, het was een enorme fysieke veldslag. Maar over het veld mogen wij niet klagen. Als we dat vergelijken met andere terreinen, hebben wij hier veel chance met dit veld. Maar het is wel zo dat natuurlijk, het kost enorm veel kracht en de ballen komen niet altijd aan. Het is soms iets moeilijker om een snellere balcirculatie te hebben, omdat het wat langer duurt omdat je die bal onder controle hebt en om door te spelen. Maar daar moeten we ons niet achter verschuilen. Net zoals de tegenstander die vanuit een goede organisatie speelt en probeert in de omschakeling te spelen. Ik heb wel geteld 2 kansen geteld. Eentje op een hoekschop waarbij iemand zijn opdracht vergeet. En dan nog een tweede mogelijkheid waarbij mijn collega inderdaad zegt van die bal met de keeper. Maar voor mij, ik kan dat niet zien, dus ik ga daar ook niet op reageren. Ja. En nu de winterstop. Ja, wat ga je met deze groep doen de volgende weken? Ik denk dat er al heel veel arbeid geleverd is met deze groep. En dat die jongens al heel veel weken onder zware druk spelen. En vandaag hebben zij er alles aan gedaan om daar goed mee om te gaan. Hebben zich mentaal zeer goed opgesteld en zich weerbaar getoond. Ik denk dat zij aan een verdiende rust toe zijn. We draaien met 31 punten. Het kon er ook meer geweest zijn. Ik kan sowieso wat punten noemen dat we, en dan is er geen vuiltje aan de lucht. Maar ik denk als we op de ingeslagen manier verder gaan en het geloof in elkaar behouden, dat wij nog een hele goede en sterke tweede ronde gaan spelen. Ja. Het grote verschil met vorig jaar, want we tellen nu inderdaad 1 punt meer dan vorig jaar op hetzelfde moment. Maar het grote verschil met vorig jaar was dat we toen al dat eindronde ticket vast hadden. Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk het... het enige verschil, als je een periodetitel hebt, geeft dat enorm wat ontspanning. Maar de periodetitel halen was vorig jaar op zich nooit een doel die vooropgesteld geweest is. En je hebt 3 periodes in het voetbal. Dus moet je ook niet panikeren achter 18 matchen dat je 31 punten hebt. Alleen moeten we nu zorgen dat we op deze ingeslagen weg kunnen doorgaan. En op het einde van de rit gaan wij wel ons punten halen om mee te doen aan die eindronde. Dus we gaan de eindronde halen, volgens jou? Ja, maar ik heb dat altijd gezegd, dat we met deze groep die eindronde kunnen halen. Alleen heb je bepaalde dingen niet in de hand. En er zijn 3 belangrijke factoren. Wij hebben bepaalde punten ontnomen geweest door omstandigheden. En ik ga daar niet verder over uitweiden. 2, we hebben het niet altijd gemakkelijk met het afwerken van de kansen. En 3, wat heel belangrijk is, het vertrouwen in de groep is nog altijd intact in elkaar. En daarmee bedoel ik, iedere speler heeft het maximum van zichzelf. Maar als wij op de ingeslagen weg doorgaan, en ook wat heel belangrijk is natuurlijk, dat je in een competitie krijgt je altijd wel af te rekenen met gekwetsten. Maar dat zijn er al heel... we gaan ons daar ook niet achter wegsteken, maar als je toch een analyse maakt... Na 18 wedstrijden moet je wel weten dat je heel lang snelders kwijt geweest bent. Dat uw keeper uitgevallen is. Dat Didier vorige week uitvalt. Je moet toch niet blind zijn om te zien dat je kwaliteit mist op dat moment. Als die jongens er niet bij zijn. En vandaag was Didier er niet bij en Klepkes er niet bij. En dat is geen steen naar de ander. Hè, want Sam pakt een hele goede bal op de stilstaande fases. Maar we hebben ook nog van deze week... Het probleem dat COD bijvoorbeeld Hans de Week niet getraind heeft en omwille van een sterfgeval niet kon aanwezig zijn, maar hij zou toch niet geselecteerd geweest zijn als je niet getraind hebt. Dat Diallo sukkelde met de adductoren en liever in de voorbereiding naar de Afrika Cup geen risico's wou nemen. Dus als je dat allemaal bij elkaar neemt en je ziet dat de jongens er vandaag zo voor gegaan zijn, dan denk ik, je kunt ontgoocheld zijn over het resultaat, maar we kunnen het niet veranderen. We hebben er ook wel alles aan gedaan om de 3 punten thuis te houden. En oftewel wil dit zien, oftewel wil dit niet zien. Zo simpel is het. Oké, daar gaan we even over nadenken. Dankjewel, Dirk Gerard, voor uw reactie.